Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Dit wordt een grappige podcast aflevering, want heel vaak... ik ben natuurlijk ondernemer. En heel vaak voel ik mij helemaal geen ondernemer. En hoe kan dat eigenlijk? Omdat ik eigenlijk niet de specifieke vaardigheden of karaktereigenschappen heb van de, nou laten we zeggen, de typische ondernemer. En met de typische ondernemer bedoel ik de echt creatieve ondernemer die allerlei ideeën heeft, die dit een beetje doet, die dan weer dat project oppakt, die alles lekker door elkaar heen laat lopen. En zo ben ik dus echt totaal niet. De ondernemer is ook niet de persoon die houdt van structuur of van discipline of van consistent bepaalde dingen doen. Gewoontes ontwikkelen. Nee, een ondernemer wil gewoon lekker op intuïtie allerlei dingen gaan ondernemen. En ook dit ben ik niet. Sterker nog, ik ben juist veel meer iemand van de structuur, van de discipline, van de consistentie. Ik merk hoe belangrijk dit is. En ik merk ook hoe belangrijk dit is om dit als ondernemer te hebben. Sterker nog, er komen een heleboel ondernemers naar mij toe. En ik coach een heleboel ondernemers om dit juist... Hun te leren van oké, hoe krijg ik meer discipline? Hoe krijg ik meer structuur? Zodat ik uiteindelijk daardoor mijn creativiteit kan lopen. Want daar geloof ik wel weer heel erg in. Dus eerst je structuur, een bepaald overzicht creëren. En dan vanuit die rust komt ook de creativiteit. En de beste ideeën krijg je niet voor niks vaak als je even onder de douche stapt. Of als je een stuk aan het wandelen bent. Of als je intensief aan het sporten bent geweest. Want dan kom je tot rust. Je hersens komen tot rust op dat moment. En dan komen opeens die ideeën. Dus hoe beter je dat hebt, hoe sterker dat is. Consistentie is een ander puntje. Ik zie weinig ondernemers die heel consistent zijn. En dat is ook logisch. Want het is vrij saai. Het is saai om elke dag om 7 uur een post te plaatsen. Zonder dat je daar ook nog eens direct effect uit gaat opmaken. Maar het is wel heel belangrijk om je branding op te bouwen. Om ervoor te zorgen van hey, elke dag om 7 uur staat die post inderdaad online. En dat is goed voor en je voor je volgers, maar het is ook goed voor je eigen discipline om bijvoorbeeld zoiets te ondernemen. Consistentie, een van de allerbelangrijkste dingen die je als ondernemer, naar mijn mening, laat ik het daar zeker bij houden, dus naar mijn mening kunt hebben om te groeien als ondernemer, maar om ook daarmee aan de slag te zijn. Dus ja, de meeste tijd voel ik mij niet per se een ondernemer omdat ik anders ben ingesteld als een ondernemer. Dat zegt natuurlijk niet dat ik mij geen ondernemer voel, om het nog eventjes iets ingewikkelder te maken. Maar ik ben niet de typische rasondernemer op dat gebied. En ik excelleer veel meer vanuit structuur, discipline, consistentie. En van daaruit ontstaan dan weer ideeën waar ik dan op voort kan beduren. Maar je zult mij ook niet heel snel verschillende projecten allemaal tegelijkertijd zien oppakken. Nee, ik hou focus op één project en ga daar dan mee aan de slag. En dat is vaak wat ondernemers ook heel erg nodig hebben. Vandaar dat ik daar veel mensen ook in coach. Mocht jij daar trouwens ook tegenaan lopen, stuur dan gerust eventjes een berichtje. En dan kunnen we kijken op wat voor manier ik je daarbij kan ondersteunen. Of in ieder geval een van mijn programma's jou daarbij kan ondersteunen. Want we hebben verschillende programma's die veel ondernemers hiermee kunnen en willen helpen. Goed, laat me even weten. Ben jij een ondernemer? Dat vind ik wel sowieso een goede om te weten. Wil jij graag ondernemer worden? Ben jij die creatieve ondernemer? Of denk jij ook juist dat een ondernemer best wel gebaat is bij structuur, bij discipline? Laat me even weten in een reactie wat jouw standpunt hierop is. Ik vind het altijd leuk om even jouw kant van het verhaal te horen. En of jij ook belangstelling hebt om meer structuur te krijgen, meer discipline. Of dat jij juist zoiets hebt van, ja, ik wil dat juist helemaal niet hebben. Wat natuurlijk ook kan. Laat het me even weten in een reactie. En ik hoop je natuurlijk de volgende keer weer te zien bij een vervolgpodcast. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.